Goedenavond, welkom bij de talkshow van de ATFR, de tweede talkshow. Ik ben Verder Spul en ik zit hier aan tafel met twee speelsters van de groep. Adrie van Wijk en Marina Meijers. Adrie van Wijk en Marina Meijers is de naam van de groep. Is niet echt een naam, maar goed. En ze spelen de Blije Doos op het festival, of tenminste daar spelen ze 10 minuten van de voorstelling. Spelen ze vanavond in het ATFR. Hoe is die voorstelling ontstaan? Het is een bestaande tekst, hè? Het is een bestaande tekst van Daphne de Bruin. En we hebben hem ooit in handen gekregen via onze regisseur, Stefan Zeedijk. En op dat moment hadden we zoiets van, nou, hier kunnen we zoveel leuke dingen mee doen. De bestaande tekst is Darwin's Dochters. We hebben daar een andere titel, de bestaande titel is Darwin's Dochters. We hebben daar een andere titel van gemaakt, De Blije Doos. En waarom? Omdat dat veel beter bij het stuk past. Ja. Oké, waar gaat het stuk over? Want ik heb het helaas niet gezien. Het gaat over de zinnen. Jullie gaan straks pas spelen. Dus voor iedereen die nog geen kaartje heeft en ja, die toch nog graag wil komen kijken, om 14:15 in de kleine zaal, De Blije Dozen en VZOD. Dus ik zou zeggen, ja, doe je best. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die dit nu gaan zien. Het zou toch jammer zijn, hè? Jullie spelen het volgend jaar ook nog. Wanneer spelen jullie volgend jaar? Volgende week zelfs. Ja. 3 december. En waar? In het kapelletje. Okay. En 26 februari in Theater Musica in Overschie. Oké. Nou, voor mensen die De Blije Doos nog niet gezien hebben, die kunnen dus nog gaan zien in het kapelletje en in de Musica in Overschie. Maar vertel eens wat meer over. Het is een stuk van Daphne de Bruin. Daphne de Bruin is van Huis aan de Werf, als ik het goed heb. Waar gaat het stuk over? Wat is het verhaal? Het gaat eigenlijk over de zin en onzin van zwangerschap en moeder worden. Dat proberen we op een ludieke manier te spelen. Ja. En we fantaseerden dat zij zwanger wordt. Ja. En zij heeft helemaal niks met kinderen. Nee. En ik juist wel. Ik ben een topmoeder. En ik probeer haar te overtuigen van dat het heel geweldig is om moeder te zijn en om te bevallen. Ben je het werkelijk leven op moeder? Ja, ik ben moeder. Ja. En jij? Nee. Op jullie lijf geschreven. En je hebt hele mooie pakjes aan. Waarom doe je dit pakje aan? Omdat wij allebei Wonder Woman zijn. Ja. Ja. En daardoor kunnen wij dus ook zwanger raken door middel van parthenogenomen. Door wat? Parthenogenomen, dat is een onbevlekte ontvangenis. Oké. Okay. Steeds meer vindt het idee vorm dat het kloningsexperiment niet alleen een ware revolutie is op wetenschappelijk gebied, maar een ware revolutie in de bevrijding van de vrouw. Zo, dat klinkt goed. Jullie moeten zo meteen weg. Ja. Jullie moeten spelen. Ja. Jullie worden misschien al opgeroepen. Ja, we zijn zoekende. Onze regisseur is ook zoek. Maar alles komt goed. We zijn straks gewoon in de kleine zaal. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ja. En ik sluit dit gedeelte van de talkshow af. We gaan zo meteen verder met Yvonne van der Haven. Die nummer 2 deelt in deze talkshow. En die praat dan onder andere met Dominique Mol van de Theatergroep.